Op 24 en 25 maart werd de 5e Alpaca-show gehouden in Hapert. Ook dit jaar vond het weer plaats op Sportpark de Lemelvelden in Hapert. En het werd omlijst met leuke stands en een gezellige markt. Hartelijk welkom op deze speciale lustrumshow van de Alpaca-show. Dit weekend wordt de Alpaca-show voor de 5e maal georganiseerd in Hapert. We hebben momenteel meer dieren dan de voorgaande jaren. We zitten nu aan ongeveer 240 dieren die dit weekend gekeurd zullen gaan worden. Vandaag is de bedoeling dat alle donkere dieren gekeurd worden en morgen dan komen de lichte dieren aan de beurt. En waarom dat ze gekeurd worden zal ik u zo meteen laten zien. Dan gaan we even kijken naar diverse alpaca's en ook wat de wol zo belangrijk maakt en zo uniek maakt aan dit dier. Ik sta hier bij een witte alpaca. Waar het om gaat is in principe om de bouw en ook de tanden uiteraard. Maar voornamelijk ook de wol waarnaar gekeken wordt. Dit is de kampioen van vorig jaar. Hij heeft een ongelooflijk mooie lokstructuur. Al die kleine lokjes en krimp en stijl. Zijn vacht is bijna van zijde. Dat is echt heel uniek in een alpaca. Deze heeft het ook, maar toch wel een stukje grover. Dus vandaar dat dat is eigenlijk waar momenteel dit weekend op gekeurd zal gaan worden. De witte alpaca's is momenteel ook de zwarte alpaca heel erg aanwezig op deze show. Deze twee zijn net gekeurd. Ze zijn allebei eerste prijzen gewonnen. En dat komt omdat zij toch hele voor zwart een fijne structuur hebben in de wol. Ze hebben een hele mooie bouw. Het is zo dat zwart is over het algemeen nooit zo fijn als wit. Dat is ook de reden dat we morgen eindigen met witte. Want uit de witte komt over het algemeen een grand champion van de hele show uitrollen. We staan hier bij de wolkeuring. Die is gisteren al gedaan door het jurylid. Dit is een vacht die heeft heel hoog gescoord. De wol wordt onder andere gekeurd op micron. Dat is zeg maar de dikte van de vezel. De lengte wat een alpaca per jaar heeft zeg maar, op zijn vacht. Verder wordt hij ook nog gekeurd op de uniformiteit in kleur. Het is de bedoeling dat er geen, in de witte vacht geen bruine vlekjes zitten. Dus dat die zo uniform mogelijk is. Daarnaast wordt die gekeurd ook op krimp. Nou, die krimp, dat zijn al die kleine golfjes in de vacht. En dat geeft juist dat die vacht zo zacht wordt. Dus als je een trui hebt van alpaca wol, dan is dat heel fijn dragen. Het prikt niet, het is heel, heel zacht en heel comfortabel. Elke draad van een alpaca is dus hol, waar dus de lucht in gaat. En zo isoleert hij dus zijn vacht. Maar elke draad heeft dus ook een hele fijne schubbelaag, waardoor die heel licht is, maar ook anti-allergisch en dus ook niet kriebelt. Want ik hoorde je ook net iets zeggen van als je van binnen naar buiten gaat, dan ontplof je niet. Nee, dat is als je normaal met een hele lekkere dikke trui aan buiten loopt en je komt dan binnen. Nou, normaal gesproken krijg je dan zo'n complete ontploffing in huis. Maar dat heb je hier niet bij, omdat een alpaca wol die reguleert. Dat houdt dus in. In de natuur geeft zo'n alpaca, s'nachts is het dus min 30 in Peru. En dan moet hij zelf de vachtje aan dat beestje heel veel warmte geven. En overdag kan het in Peru wel plus 25 wezen. En dan moet hij dus verkoelen. Nou, dat doet dus de alpaca kleding ook aan ons lichaam. Wat ook van alpaca wol gemaakt wordt, zijn onder andere deze zachte knuffels. Voor kinderen is het natuurlijk fantastisch. Het is ook een knuffeldier. En dus vandaar dat er ook van hele mooie producten van gemaakt worden. De finale keuring gebeurt van de bruine dieren. Het gaat nu om het kampioenschap. Deze dieren zijn al eerder gekeurd, maar hebben allemaal een eerste prijs of een tweede prijs gehad. Zoals u ziet wordt er gekeken naar de bouw. Er wordt ook gekeken naar de tanden. En uiteraard ook naar de wol, de kwaliteit daarvan. Ja, hoe zacht is een dier? En uiteindelijk uit deze dieren zal er voor de bruine klasse een kampioen uitkomen. En daarnaast ook een reservekampioen. En dat houdt in, als het een hengst is, zal het een goede dekhengst zijn voor de toekomstige fok. En is het een merrie, dan is het uiteraard ook een goede merrie voor de fok. Nu bij de kampioen van de bruine klasse. Hoe voelt dat? Ja, heel bijzonder. Eigen gefokt dier, dus dat maakt het nog specialer. Ja. En we vinden het heel erg leuk. Had het niet verwacht eerlijk gezegd. En het is een baby alpacaatje. Ja.
van ongeveer 9 maanden. Dus de eerste keer loopt ze show. En nou, dat pakt heel erg leuk uit. Super. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Deze alpaca krijgt nu juist de reservekampioenschap. Dat houdt in dat zij direct geplaatst is achter dat kleine baby-alpacaatje.